Beiden die gaan zometeen voor u spelen op orgel. En op dit moment gaat Geert-Jan, die heeft inmiddels plaatsgenomen in de glazen kooi. En die begint het programma met de spelen Prijs mijn ziel, de Hemelkoning. Thank you.
Olaf en Johan. Hartelijk welkom jongens, jullie ook. En we zijn blij dat ze er zijn. En, absoluut. Het was even een race tegen de klok, want ja, moest ook gewerkt worden natuurlijk. Dus ja, dan is het snel. Maar volgens mij heb je er goed in kunnen spelen. Dus, ja, absoluut hoor. Dat is goed gelukt dus. Eerste nummer klonk al prachtig. Dus we gaan snel door met het programma. En je tweede nummer gaat over Blijf bij mij Heer. En dat nummer is ook heel vaak aangevraagd als verzoeknummer. En de mensen zijn daarom ook erg blij dat je het voor hen wil spelen. Dus we gaan er met veel plezier naar luisteren. Dankjewel.
Dat was Geert-Jan Hoekman, hier op het Ichtersorgel in de Ichterskerk te Urk. We wish you a very warm welcome from Canada, and we hope you had a nice concert with us. Special greetings to Classical Organ in Ontario. Dames en heren, we gaan even een klein praatje houden tussendoor, zodat de organisten boven kunnen wisselen van de bank. Deze keer is de beurt aan Laurens Schaak. En we zaten zo te denken van, wat kunnen we eens een keertje doen om even tussendoor te gooien. We hebben natuurlijk tijdens de livestreams best wel wat ervaringen opgedaan. We krijgen heel veel complimenten, maar we krijgen ook wel eens wat negatieve complimenten. En die negatieve complimenten, daar hebben we een zeer kritische voorzitter voor. En die man die zit daar. En eigenlijk wou ik daar eens even naartoe, Jacob. Lukt dat met die camera? Fokker, kom maar eens even erbij. Ja, strompel niet hoor, want het ligt hier vol met draden. En, kom maar eens even. Ja, wij wisten hiervan natuurlijk, maar zij lekker niet. Kijk eens aan, alsjeblieft. Fokker is onze voorzitter, dames en heren. En een tijdje terug kreeg ik er toch echt van langs dat we andere commissieleden uitnodigden om een praatje te houden. En die andere, Klaas de Vries, die is ook nog wel eens een keer aan de beurt. Die zult u ook nog wel eens een keertje langskomen. Maar dit is Fokker en Fokker die heeft eigenlijk heel erg mooi nieuws. En Fokker is nog niet zo heel lang voorzitter van ons. Bevalt dat een beetje, Fokker? Prima, zolang jullie naar me luisteren, microfoon gaat prima. Beetje bij je mond. We proberen te luisteren, dat lukt niet altijd, want we zijn erg enthousiast. Ja, hè? Te enthousiast, dat heb je wel eens. Maar wat eigenlijk ook heel leuk is om te melden, Fokker die wordt voor de eerste keer binnenkort Bebe. Klopt, inderdaad. En daar ben je best wel heel trots op. Daar zijn we heel groots op, ja. Tuurlijk. Dus dat wilden we toch even naar voren halen. En het is van je oudste dochter. Oudste dochter, gelukkig getrouwd. En nu in verwachting van de eerste. Super. Als alles goed gaat, dan komen december. Zijn we Bebe en Bessie. Super. We hopen dat het allemaal goed mag gaan, inderdaad. Ik hoop het ook. Als het goed is, het is boven een beetje rustig geworden. Ik denk dus dat Laurens zijn zitplaats heeft gevonden in het glazen scherm. Laurens die wil eigenlijk beginnen met spelen met een inleidend koraalspel. En dat gaat over de Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn of ons hart.
Zo, goedenavond Laurens. Daar hou ik. Prachtig gespeeld, Psalm 108 van Marco den Toom. Super. En nou ja, je bent al aardig ingespeeld, hoor ik. Ja. En nou ja, terwijl je aan het spelen was, komen er natuurlijk ook vele verzoekjes binnen. En we hebben daar eigenlijk niet altijd tijd voor. Maar ik overval je er misschien een beetje mee. Maar er werd gevraagd naar de lichtstad. Ja, nou. Zou dat wat worden? Ik denk dat dat mooi aansluit op een stukje wat ik nu zal spelen. Ja, want je wilt eigenlijk een medley gaan spelen, toch? Ja, dat gaat over de liederen van Sela. Dat begint met Heer, wijs mij uw weg. En dan Jezus liefde voor mij. En dan het bekende lied, Ik zal er zijn. En dan sluit ik af met Maranatha. En dat gaat ook over... Kom Heer Jezus, kom. Ja. Dus en dan zal ik daarna nog sluiten spelen. Lichtstad met uw palenboer. De lichtstad. Dat is dan wel niet van Sela, maar... Ik denk als Sela het ziet, dat ze evengoed wil mee gaan zingen. Ja, dat komt wel goed. Ja, toch? We hebben de tijd, dus ik zou zeggen, speel maar 20 minuten vol. Nou. Nee hoor, we wensen je veel plezier. En u ook nog thuis natuurlijk. En ik sluit alvast af. Bedankt voor het kijken. Morgenavond is er weer een uitzending. Ook dan is er een speciale gast in ons midden. Martin de Deugd. En die speelt samen met Jacob Schenk. En we nodigen u van harte uit om daar ook naar te kijken. Graag tot morgen.